Jean, ik ben eigenlijk wel benieuwd of die beker nou nog een mooi plekje krijgt. Ja, ik heb geen open haard thuis. Oh, dus kan niet de schouw die is er niet, maar ik heb wel een ruimte waar ik veel sportspullen inzet. En ja, mooie posters, foto's en dat soort dingen. Dus daar ga ik hem denk ik neerzetten. Nou, dat is wel vet, toch niet? Ja. Ja? Zoals je kon zien, kreeg Klaas-Jan Huntelaar vorig jaar een mooie beker van Jonge Leeuwen. Maar waarom kreeg hij die eigenlijk? A. Omdat hij de grootste blauwe plek ooit had. B. Omdat hij heel veel doelpunten had gemaakt. Of moet dat C zijn, omdat hij het mooiste kapsel heeft? Door met vraag 2 en die stel ik vanaf het voetbalveld. Hop, en hij ligt stil. Als je een bal goed aanneemt, dan kun je meteen verder met de volgende actie. En een speler die ik dat altijd goed vind doen, is Stefan de Vrij. En ik denk dat hij ooit nog de aanvoerder wordt van het Nederlands elftal. Weet jij op welke positie Stefan speelt? Moet dat A zijn, rechtsback? Of B, spits? Of toch C, centrale verdediger? Leuke vraag, hè? Wanneer heb ik er nog één voor je? Iedereen wil natuurlijk voor Oranje spelen. En soms komt die droom pas uit als je best wel oud bent. Deze man keepte bij FC Twente, was 39 jaar. Dat is best wel oud, misschien net zo oud als je vader bijvoorbeeld. En hij dacht er zelfs aan om te stoppen. Maar toen belde de bondscoach, toen nog Bert van Marwijk, en hij debuteerde. En weet jij nog wie dit is? Denk jij A, Jelle ter Rouwelaar? Nee, dat is B, Sander Bosker. Of toch C, Henk Timmer. Weet jij de antwoorden? Plaats hieronder bij de reacties. Later!